Alle bedden staan klaar in deze sporthal in Best. Vanaf donderdag verblijven hier 125 asielzoekers voor de periode van 3 weken. Het was aanpoten voor zo'n 20 medewerkers van de gemeente om de crisisopvang gereed te maken. Er zijn ook best veel collega's op vakantie en toch zie je dat er zit wel een bepaalde flow in zo'n project. Dus je ziet dat mensen enthousiast worden en hier graag aan mee willen werken. En ja, iedereen doet wat hij moet doen vanuit zijn eigen discipline. En ja, je ziet het resultaat. Dat is erg netjes. De vluchtelingen komen uit Ter Apel, waar het aanmeldcentrum overloopt. Eerst verbleven ze in een sporthal in Waalre en nu worden ze tijdelijk naar Best en Heze gebracht. Op zijn eerste plaats vind ik het eigenlijk niet humaan dat we dat met de mensen rond moeten slepen. Ik zou het liefste ook niet willen. Maar ik denk dat dit nog altijd beter is dan dat ze 3 weken lang in de struiken in Ter Apel moeten slapen. Dus vandaar dat de gemeente Best heeft gezegd, wij willen dit voor 3 weken doen. Het heeft ook te maken met onze eigen capaciteit die we hebben natuurlijk. We moeten ambtelijke capaciteit vrijmaken. De veiligheidsregio moet capaciteit vrijmaken. En vandaar die 3 weken. Aan veel moet worden gedacht. Van kluisjes, gebedsruimte en een speelplek voor kinderen. Tot aan een EHBO-post en gescheiden slaapruimte voor gezinnen en vrijgezellen. Veel verhuist er mee uit Waalre, zoals catering, schoonmaak en beveiliging. Dat moet de vluchtelingen een meer vertrouwd gevoel geven. Omdat die zeker gewend zijn aan bepaalde structuren. Dus als het bijvoorbeeld gaat om de wasvoorziening, een heel simpel voorbeeld. Maar ook als het gaat om bekende gezichten bij beveiligers. Hetzelfde beveiligingsbedrijf, dus die mensen die kennen ze ook. Dat zorgt voor een stukje vastigheid. We hebben ervoor gekozen om het bedrijf wat in Waalre zorgt voor de beveiliging, dat die meekomen. Dat zijn mensen die hebben vaak een migratieachtergrond, dus die spreken de taal. Dus die kunnen mensen rechtstreeks aanspreken op wat er is. En we hebben gewoon heel duidelijk gesteld, en dat heeft Waalre ook gedaan, mensen die zich niet aan de regels houden, daarvoor die gaan we terug naar Ter Apel sturen. Er is geen enkel sentiment hier in Best van ze hoeven niet te komen. Nee, integendeel zelfs, iedereen begrijpt dat het nodig is. In Waalre werden 2 asielzoekers teruggestuurd naar Ter Apel na wangedrag. In Best gaan medewerkers van de gemeente langs de deuren om in de gaten te houden of alles goed verloopt, zonder overlast.